Hoi, ik ben Esmee en ik sta in het museum van Paul Détard, die 200 jaar geleden geboren werd. Ik neem jullie vandaag mee naar de opening van de tentoonstelling Familieportret, die vanaf nu te bezoeken is. Van harte welkom in museum Paul Détard van Elven. Allereerst natuurlijk nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Dat het maar een heel mooi jaar mag worden. Aan ons zal het niet liggen, want het is Paul Détard jaar 2023. Vandaar dat wij hier de tentoonstelling Familieportret hebben. En ik wil ook nadrukkelijk de familieleden nog van de nazaten van Paul Détard van Elven, tenminste van zijn broer. Wat is uw connectie met Paul Détard? Wij stammen af van Martin Détard van Elven. En mijn oma die heette Jeanne-Emilie Détard van Elven. Bent u al eens eerder in het museum geweest? Nee, nog nooit. Ik had wel altijd willen komen, maar het is niet van gekomen. Dus ik ben blij dat ik vandaag dit mag meemaken. Ik vind het een hele eer om hier te mogen staan aan het begin van dit Paul Détard van Elven jaar, 200 jaar na zijn geboorte, hier te staan met elkaar. Wat ik heerlijk vind als je hier door dit pand loopt, is dat je helemaal proeft de liefde voor schoonheid die dit pand ademt. En dat zie je aan de werken die hier allemaal opgehangen zijn, maar je ziet het ook aan het pand zelf en hoe het pand eruit ziet en aan de inrichting. En hoe mooi is het dat iemand zo eigenlijk helemaal hart en ziel geeft aan de schoonheid en dat dit nu nog zo te beleven is. Als we dan hier zijn, dan is het natuurlijk nog iets heel bijzonders en dat merkt iedereen die hier komt. Namelijk, ja, je komt hier in een warm bad met de mensen die hier de hele dag zijn en zoveel mooie verhalen hebben. Wat is uw connectie met Paul Détard? Ik ben hier vrijwilliger. Een van de 50 vrijwilligers van het museum Paul Détard van Elven. Dus u komt hier vaak. Zou u de tentoonstelling ook aanraden om te bezoeken aan anderen? Ik zou hem zeker aanraden. Sowieso is het leuk om dit huis te zien. En wat ik leuk vind, zeg maar, Paul Détard had zelf geen kinderen. Maar dat toch, zeg maar, nichten en neven hier aanwezig zijn. En de naam Détard van Elven is gebleven. Bent u van plan hier nog lang vrijwilligerswerk te doen? Ja, ik vind het wel erg leuk. Zeg maar, je ontmoet mensen en ja, soms blijft het gewoon bij het onderwerp in het museum. Maar soms deel je ook andere dingen. De tentoonstelling Familieportret is de eerste tentoonstelling in het Paul Détard van Elven jaar. 2023 is het 200 jaar geleden dat Paul Détard van Elven is geboren. We hebben een heel enthousiast bestuurslid, Peter Willems, die in de geschiedenis is gedoken van de familie. Heel veel dingen die we natuurlijk wel wisten, maar ook dingen die we nog niet wisten. Dingen die we tegen zijn gekomen in andere musea, zoals een zelfportret van Jean-Baptiste, de broer, oudere halfbroer van Paul Détard. En zo is die tentoonstelling eigenlijk een beetje gegroeid. Kunt u mij misschien vertellen wie Paul Détard precies was en wat voor kunst hij heeft gemaakt? Paul Détard van Elven was op de eerste plaats een kunstschilder. Hij is opgeleid aan de academie in Amsterdam en in Den Haag. En heeft zich in eerste instantie vooral gericht op de historische schilderkunst. Dat was heel erg in de mode in die tijd, in het begin van de 19e eeuw. In de loop van zijn leven is dat uit de mode geraakt. En hij is niet met zijn tijd meegegaan, helaas. Paul was technisch heel erg sterk, dus we hebben heel veel goede werken van hem in de collectie. En daarnaast is het natuurlijk ook leuk om te vermelden dat hij heel veel portretten heeft gemaakt. Van familieleden en van vrienden, maar ook in opdracht. En wat maakt deze collectie voor u zo bijzonder? Is er een portret dat u het meeste aanspreekt? Zelf vind ik eigenlijk gewoon alle portretten heel erg leuk. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de familie. Dus ik vind het vooral heel erg leuk als we portretten ontdekken. Er zijn portretten in allerlei vormen, en als grafiek, in olieverf, ook foto's. Dus in die zin heb mijn favoriete portret is eigenlijk een portret van een familielid waarvan we nog geen portret hadden. Maar eigenlijk in algemene zin wordt het portret van zijn moeder, Dorothea Carolina de Hanson, wat een van zijn beste werken gezien. En dat is het grote portret dat normaal hier in de salon hangt, maar nu op de tentoonstelling achter is ophangen. Is de tentoonstelling voor alle leeftijden interessant om te bezoeken?
De tentoonstelling vertelt eigenlijk het verhaal van de hele familie Theta van Elven. Ook wat over de voorouders en ook de aangetrouwde families, maar het is vooral een familieverhaal. Dus ik denk dat heel veel mensen zich daarin zullen herkennen. Daarin zitten ook hele grote successen in, maar ook mensen die wat helemaal niet goed meer gaat, die op worden genomen in een gevangenis of in een inrichting, of die sterven als dienstbode. Terwijl andere mensen zijn hofschilder aan het Koninklijk Hof. En wat ook heel erg mooi is aan het verhaal, vind ik, is dat het ook een successtory is van eigenlijk voornamelijk immigranten uit Duitsland, België en Frankrijk, die hier en binnen één generatie in zo'n grachtenpand kwamen te wonen. Dus ik vind het ook een heel inspirerend verhaal. Wat kunnen we nog meer van een paaltheater van 11 jaar verwachten? We hebben 3 tentoonstellingen. Dit is de eerste, familieportret. We gaan nog 2 andere aspecten van Paul belichten. En dat is zijn werk en zijn verzamelingen. In de zomer, deze tentoonstelling is tot eind april. Daarna komt een tentoonstelling over zijn tekeningen. Hij was op de eerste plaats een tekenaar. Hij is ook altijd tekenleraar geweest. En die tekeningen zijn academietekeningen uit zijn studententijd. En schetsen naar naaktmodel. Die wordt waarschijnlijk ook naakt genoemd, ook als waarschuwing voor de mensen die komen kijken. En daarnaast, laatste, komt een tentoonstelling over zijn verzamelingen. Hij verzamelde allerlei soorten zaken. Ten eerste omdat hij dat ook gebruikte in zijn werk, in zijn kunstwerken. Worden dingen nageschilderd, zoals wapens, middeleeuwse wapens, 18e eeuwse kostuums, Oosterse keramiek, heel veel oude boeken. Dus van alles en nog wat tot het najaar van 2023. Wat dan zo heerlijk is, is dat ik zeker weet dat al die verhalen die nu naar boven zijn gehaald voor deze tentoonstelling ook straks weer een onderdeel gaan worden van die rondleidingen door het museum, waardoor het voor ons nog meer gaat leven. Ik geniet daar enorm van. Ik wil alle medewerkers, maar eigenlijk ook de familie hier aanwezig, want dat is wel bijzonder, van harte feliciteren met deze prachtige tentoonstelling. En ik verklaar hem hierbij voor geopend.